Goedemiddag, ik heb een pakketje van Boosie Shop gekregen. Ja, ik laat niet zien, want mijn naam en adres staan hier verderop. Dus dit is het. Dat heb ik gisteren besteld, naar aanleiding van Floating in Dreams. Met een leuk kaartje. En wat is dit? Douglas Skin Beauty. Nou, ik ga het op mijn gemak eens even bekijken. Ik weet niet hoe goed ik hierin ben. Ik zit aan de salontafel. Dit is een cadeaubon. Oh, oké. Leuk. En dan heb ik twee pakketten met spullen. Nou, gaan we kijken of we die open krijgen. Nou. Met één hand. Oh, dit is echt onhandig, jongens. Dit is echt... Dit is niets voor mij. Dit moet ik niet meer doen. Dan maar even zo. Dat is één. Dan ga ik het zo meteen maar allemaal eruit pakken. Ik heb de neiging om mijn telefoon zo tussen me... Ik ga het niet proberen. Zo. Jij ook? Zo. Kijk. Now we're talking. Oké, wat heb ik allemaal gekocht? Ik heb gekocht, ik begin. De Clean ID Full Lash Mascara. Extra Black. En wat zegt hij? No microplastic. Particles, silicones en fragrance. Oké. Dan heb ik de Clean ID Hydra Volume Lip Plumper. Ze zeggen allemaal... Oh, hallo, focus. No microplastic particles. Oh, hier silicone en mineral oil used. Dit lijkt me wel een hele mooie kleur. Oké. Ik heb het highlighter palet. Die doe ik als laatste, want die moet ik openmaken. Oké. Ik heb deze lip plumper in de kleur... Hebben ze een kleur? Ja, dit is 010. Hallo. Hydro Chic. En die andere was 020. Hallo. Volume Nude. En ik heb er nog één. En dat is Plump Pink. Nou. Ik ben benieuwd. Ik heb gekocht een Clean ID Pore Perfecting Primer voor Sensitive Skin. Ik heb op zich niet een sensitive skin, maar ik heb wel een hele droge huid. Dus ik dacht, nou, ga maar een keer proberen. Mooie verpakking zo met dat roze. Ik hou ervan. En ik heb een Overnight Jelly Face Mask gekocht. Oké, nou... Gaan we ook proberen. Dan heb ik de Clean ID Hydro BB Cream. Er staat in de kleur 010 Light. Ik heb de Prime and Fix Spray. Meer als Prime Spray. Nu ik hem zie, denk ik, die heb ik al. Maar goed. Dat gaat wel op. Ik heb de Clean ID Hyaluronic Boost Serum. Nee. Zo. Ik moet het even niet laten vallen. Dan heb ik de
Clean ID Colored Brow Filling Gel. Ik heb gewoon alles genomen wat ze hadden van Clean ID. En ik heb een... Even andersom pakken. Een Clean ID Eye Pencil in Truly Black. Dit is even het soort potloodje waar ik van hou. Gewoon een potloodje, zeg maar. Niet van die draaidingen of... Ik krijg met één hand natuurlijk ook de dop er niet op. Even kijken, dan heb ik de Clean ID Glow Prime and Fix Spray. Dit is eigenlijk dan meer als fixing spray bedoeld. Voor mij, zeg maar. Ik heb een Clean ID Brow Pencil in de kleur 010 Blond. Want ik ben blond. Nou, heel donkerblond tegenwoordig. Met hier en daar wat grijs. Maar dat hoort bij de leeftijd. Zeggen ze. Ik heb Clean ID. Natuurlijk Clean ID. Alles Clean ID. Transparent Brow Fixing Gel gekocht. En dan heb ik ook nog een... bronzer. De Clean ID Mineral Bronzer in 010 Light. Kijk eens wat een leuk. Hij komt op beeld iets meer roze over. Hij zit echt iets bruiniger. En dan staat er hier: We are Catrice. We developed this bronzer with all our hearts and minds. Which is why we say no to microplastic particles, silicones, mineral oil, PEGs, acrylic polymers, parabens, exotic habitat sources. Nou. Oké. En dan moet ik alleen nog even deze zien open te krijgen. Maar dat lukte bij de bronzer ook, dus waarom niet, zeg maar. Dit is de Mineral Highlighter in 010 Rose Gold. Ja, hoe laat ik dat zien? De eerste is het donkerste. De midden is een beetje champagne. En ik neig het meest naar de middelste of deze. Deze denk ik iets te donker voor mij, maar... Ik ga het gewoon morgen proberen. En ik ga ze toevoegen aan mijn everyday bakje. Zodat ik deze hele maand de Clean ID lijn kan uitproberen met alles. Ik was Lieslotte aan het kijken. Nieuwe vlog. Dus dat ga ik nu even verder doen. En dan horen jullie hoe dit allemaal beviel. Doeg!